voor een fantastische pitch die hier heel erg draait. Dus mij de eerste keer van mij te zeggen. Ik vond het een fantastische pitch. Ik kan gewoon vandaag. Ik kan gewoon vandaag. Geen probleem. Ik kom er zo aan. Maar volgens mij staat de koffie nog niet klaar, Mees. Jawel. Echt, weet je het zeker? Ja. Oké, nee, dan kom ik eraan. Ja. Wat heb je voor mij? Een koekje en een koffie. Oh. Heerlijk, heerlijk. Nou, het lijkt me heerlijk om even langs te komen. Kijk, zoals je ziet, ik sta nog in mijn badjas. Ik ben dus voetbal aan het kijken. Maar wat is Vera aan het doen? Gaat goed? Sorry. Wat gebeurt hier precies? Ja, lekker ook uitzien. Ja, klopt. Maar dit ben jij dus op dit moment. Je zit met een sportteam. Laten we eens even zien. Met een sporting badjas. Hey, klik erop. Wat? Met een hamer. En inderdaad, laat je slofjes even zien. Kijk eens, schitterende som. Je ziet het niet eens heel goed. Ik ben gewoon een creatief en dan moet je er ook met je kleding creatief uitzien. Ja, dat blijkt. Maar wat ben je aan het doen? Nou, ik ben aan het muzieken. Dus ik ben alle tegels... ik ben eigenlijk boos en ik ben aan het hameren. Ja, maar daar... Mevrouw gaat dus tegeltjes stuk slaan om te muzieken. Nu alle randjes aan het vastplakken. En wat belangrijk is om op te letten, is dat je dus de afgebakken rand, ga ik even laten zien hier, dat je die altijd aan de buitenkant doet. Dus ik ben nu, alle stukjes zijn nu, de afgebakken randjes zitten hier netjes aan de zijkant. Maar zoals jullie zien duurt het nog wel eventjes voordat die klaar is. Wij zijn onderweg naar Malavera. Oftewel Malavera. En wij gaan daar naar een dierenmarkt, hè? Dieren en van alles wat markt, maar ook heel veel dieren. Donderdagochtend altijd. Dus daar gaan we heen. Ja, we gaan eens even kijken. Vera die krijgt nog een klein cadeautje, mag ze zelf uitzoeken. Want we hebben vandaag 4,5 jaar. Daar moet op gedronken worden. Daar moet op gedronken worden. Oké. Nou, we gaan even kijken wat er allemaal is. Volgens mij, het zijn niet alleen maar dieren, maar ook mensen in een kooitje, meubels, kleding, weet ik wat allemaal. Maar dat laat ik straks eventjes zien. Maar ik hoop niet dat ik daar huilend vandaan kom, omdat alle dieren in een klein kooitje zijn gepropt en ik nog niks mee kon nemen. Maar straks als we zijn verhuisd, dan ga ik er gewoon nog een keer heen en dan ga ik ze allemaal redden en dan maak ik een hele dierentuin. En dan is mijn droom compleet. En dan kunnen jullie allemaal naar de dierentuin in Portugal komen. En dan kinderboerderij, weet ik het. Als ze maar bepalen. Ja,
Eurootje. Eurootje entree, Thijs. Eurootje voor de pot. Zo is het. Eurootje voor de pot. Tot later. We zijn aangekomen. En het is echt een super grote markt. Hè, Thijs? Ja, het is een super grote markt. En we gaan kijken of we nog spelletjes kunnen vinden. Misschien wat eten of te drinken. Of misschien een zak appels. Lijkt me heerlijk om een appel te kunnen eten. Geef je net op. Ja, nou. Zo, maar echt heel leuk. Ja, jullie krijgen het straks nog even te zien. Wij zijn nu echt toeristen. Ja. Ja. Nou, we wonen hier. Ja, wij wonen hier. Dat weten ze niet. Gang, gang, gang. Echt zo dat die doen we. Ja, dit is heel erg mooi. Even het gevoeletje voor deze markt. Ah, een schattig kindje. Hé, Thijs? Ja, zeker. You guys are vlogging. Yes, you're on the vlog now. You're in the movie now. Laura's also on the vlog. Are we going? Nou, we zijn aangekomen op de dierenmarkt. Dat is altijd wat minder leuk, kan ik je zeggen. Ja, is iets minder leuk. Ze zitten allemaal gewoon in hokjes verstopt. Op elkaar gepropt. En het is 9 van de 10 hier zijn om te eten. Ja, ik zou ze allemaal willen redden. Dat is echt wel bizar, maar ik vind dat ik dit... grotere hokken, dus het valt ook wel mee daar rechts. Ja, maar je ziet wel al die... Ik moet even dingen laten zien zo. Ja, maar kijk, je ziet wel echt hoe ze helemaal kaal zijn gepikt. Ik vind het echt bizar. Ben je aan het filmen? Ze is gewoon aan het filmen. Kijk hoe lief! Dit hebben we gekregen 4,5 jaar en dan krijgen we gewoon een liefdesdiner. Met lekker sangria en bier en patat en heel veel vlees en heel veel saus. En van supervisor Mark. Zero calorieën. Huh? Ja, en het is niet in de lunch of zo dat jullie gewoon aan jullie drankje zitten. Dat is totaal niet in de lunch. Niet, dat we dat heel duidelijk hebben, het is niet in de lunch. Hele lichte, zijn klaar. Hele lichte sinaas. Met een soort, ja. Ja, kat. Met heel veel bubbels. Dank wel, hoor. Kom. Ik ben gewoon aan het eten, dan word ik en gefilmd en hier nog eens aangekeken. Het is lekker ontspannen vandaag. Moet ik even wachten tot iedereen stopt met datgene wat ze aan het doen zijn? Martje, eten wordt koud, nu! Nou, ik weet eigenlijk niet of ik mijn hoofd moet filmen vandaag, maar we gaan vandaag verhuizen. En het is wel een beetje gek hoor, we hebben hier een half jaar gewoond. En het is bijna helemaal leeg. Ik zal het even showen. Dus Thijs is al naar de molen toe en die is al een hele batch aan het brengen. En nieuw avontuur. Nieuwe buren, geen buren eigenlijk. Filmen jullie straks wel weer als we bij de molen zijn. Poesjes voor het eerst naar buiten. Hey! Je nieuwe tuin! Hallo! Daar komt ie. Ja. Hey Flo! Ik ga eens even kijken. Oh. Waar zijn we nou, hè, jongens? Ze gaat ook meteen op onderzoek. Have fun!
Ja, dit is jullie nieuwe tuin. Thijs, wat ben je precies aan het doen? Ik ben het harken. We hebben al het bruin aan het weghalen, want het moet natuurlijk een groene tuin worden, zou ik eerlijk zeggen. En groene tuin, er is geen ruimte voor dode planten. Dus ja, dat moet natuurlijk allemaal weggehaald worden. En dan heb je een hele handige, dat is een 15-koppige hark. Dan heb je, die zijn beter dan de 11-koppige hark, want hij pakt veel meer mee. Het is ook wat duurder, dus jouw 3 tientjes ben je armer. Maar ja, het is een waanzinnig apparaat, zeker als je tuin hebt als deze. Portugese tuinen zijn hier expres goed voor gemaakt. Heel handig, je kan hem adjusten. Dat betekent bewerken in het Engels. Ik heb hem zo heen en weer nu kijk. Wordt hij smaller, wordt hij breder. Dat is akelig handig hoor, als je een tuin hebt. Met allerlei verschillende dieptes. Dus je ziet het, je hark, je hark, je hark en je gooit op de hoop. Je gaat weg, je hark, je hark, je hark en je gooit op de grote hoop. Zo werkt dat. En dan kun je overal hoopjes maken, een keer aan de achter, een keer gewoon allerlei, kun je het allemaal weghalen. Waar laten we het dan, straks? Schutting. Schutting. Pak allemaal een reetje uit, schutting. Dus ik weet niet precies waar ik gebleven ben, maar ik denk hier, want ik zie hier nog bruin liggen. Daar heb ik ze overgenomen voor de werkveren. Daar heb ik ze overgenomen, zal ik zeggen. Hey, ik krijg mijn eigen composthoop. Come on baby, rock on. Die moet je niet gebruiken, oude plak. Ik was er nog een verhaal aan het doen. Oké, we hebben natuurlijk de tuin helemaal opgeruimd, in ieder geval zijn we mee bezig. En dan maken we een composthoop en dan flikken we daar alles in. En alle restjes groenten, dingen en alles. En dan gaan er lekker wormpjes in zitten. En dan geven we dat daarna weer aan de kippen die dan hier komen. Oh jawel hoor, ik heb het wel. Ik heb licht en dit is onze eerste nacht. Er kwam iets voorbij vliegen. Oh. Eerste nacht in de top van de molen. Zo lekker slapen hier. Het is ook een mooi... Licht in mijn face. Het is een mooi liggie hoor. Ik laat gewoon hoog dicht. Kijk, daar is ook een molen. Goedemorgen. Terwijl ze eet ook. Zo, zou ik naar de kapper moeten. Het is een heerlijke baklava hebben gekregen van Alice. Voor onze buf. Zo, sexy. Gisteren waren we bezig met de composthoop. Vandaag gaan we, ik wilde zeggen een schooltuintje. We gaan een tuintje maken. Dat is een beetje het idee. Maar we hebben alleen maar even snel de steentjes neergelegd. Dus we moeten even geultjes maken. En vruchtbare grond creëren. Toch? Sowieso. We gaan hakken. Eigen huis en tuin. Ik ga schoffen. Je lijkt wel een egel. Ja, het is wel sexy hoor zo. Precies. Ik zou de hele dag zo blijven staan. Okay. Laat je mij schoffelen dan. Then I'm just being pretty. Ik zal straks je haar knippen. Hoezo? Kom gewoon uit die Bieber. Justin Bieber. Nou, in, Kijk, ik ben helemaal in stijl. Compliment. Kaplaars en al. Jullie zien het resultaat. Goed, ik ben hier aan het doen. In progress hier. Zijn dat de tweede dag, eigenlijk de derde dag al in de molen. Zijn we druk bezig met het maken van een moestuintje. Nou, dat begint ook al aardig wat vormen te krijgen. Het ziet er toch heel leuk uit, dit plaatje. Kijk eens eventjes. Vera is nu, ik heb al die gaten heb ik, gemaakt. En daar moeten dus alle plantjes in en de kruiden en noem het op. Daar komt dus een kast. Een kast met allemaal dingen aan het hek. En daar is Vera de laatste hand aan het leggen aan het derde moestuinvak. Want zo is het. Gaat goed, hè? Wie weet krijgen we ooit nog eens groene vingers. Groene vingers, dat zou toch eens lekker zijn. Ik had het nooit verwacht. Bruine vandaag. Maar het ziet er wel nice uit. Het is nu al 2 zeer succesvolle dagen. Ah, wel lekker door zo. Ciao!